Succes. Veel plezier. Ja, succes. Je was verborgen, duifbommen, duifbommen. 100%. Blijf, Order 66. Ja. Echt in Order 66, boy. Ik zit 33 en niet 66. Laat van ja, alsjeblieft, pas op, pas op, pas op. Ik sta heel, ja, fuck het, lama. Mag ik al wat pleugels pikken? Ja, wat doe ik nou? Man, jongen, ik zat langs je. Ja, ik vind die kunnen. Oh! Ja, jongen, jongen. Verras maar, hè. Wat een chaos. Illegale inhaalactie, flikker op. Oh, ik ook. Ja, dat is dit, joh. Oh mijn god. Ja, die kan ik toch niet teruggeven. Kut straf. Anders was het niet goed. Ja, maar ik ben gedwongen, hoor. Oh man, mijn voorvleugel is zo kapot. Ik kan gewoon niet meer sturen, joh. Ding, wat een onderstuur. Ik ook meteen moe. Sorry. Lukt het aanwezig, ja. Hoezo krijg ik used softs? Ik heb verdomme twee setjes uitgespaard. Hoe krijg ik used softs? Huh? Je kan kiezen, hè? Nou, niet hoor. Jawel, via de quick menu. Ja, maar niet tussen used of nieuw. Nee, ik heb wel used. Yeah? Ik heb, ja, nee. Ik wou zeggen, ik heb zo vaak kunnen kiezen tussen used en nieuw. Nou, maar ik kan echt niet kiezen. Ik weet dat het eerder nooit komt. Ik weet niet of dat tegenwoordig in deze game wel kan, maar... Hmm. Nou, dan zit ik er misschien naast. Selecteer die automatisch nieuwe. Het staat toch altijd tussen haakjes tenzij je geen nieuwe hebt. Ja, maar dan, normaal gesproken geeft hij altijd nieuwe. Tenzij je geen nieuwe meer hebt, dan geeft hij je nieuwe. Maar ik heb twee setjes uitgespaard. Goeie joep. Ja, dan word je gewoon genaaid. Ja. 100%. Maar ik heb niet eens used banden. Die heb ik al onder mijn auto zitten. Oeh, laat. Ah, dan noemen we het gewoon een bug. Hoeveel procent used zijn ze nu dan? Deze zijn 3%. Dat is niks. Ja, dat moet wel kunnen. Dat is bijna niks. Ik zou haast zeggen dat het niet zo goed is. What the fuck? Hè? Wat gebeurt er? Ja, ik zit. Ik weet ook niet meer soms, hoor. Ik ga opeens op een rechte stuk schrijven. Ja, maar echt, ik doe het best. Dat snap ik echt niet. Ik heb een stuur gewoon recht, hè? Ik heb echt ingehaald op een plek dat kon echt niet. En het lukte. Dat is echt bizar. Ja, maar ik probeerde het niet eens daar, maar in één keer zat ik ernaast. Maak een foutje. Ah, ik wou net zeggen van, huh, wat gebeurt er hier? Eerst die 5 seconden. Van die vleugel. Lekker genaaid. Ik wil medelijden met je opleg. Ja, godverdomme. Oh shit, daar ga ik er bijna. Godverdomme. Kerel, zware onderstuur iedere keer. Ik moet het nog echt even wennen rijden met het volle tank, man. Zeker. Sorry, Sunrise, ik weet niet of ik je geraakt heb, maar... Dom, jongens, ik heb geen pace. Verschrikkelijk. You're in the top 10 now. Ja, wat is dit dan, jongen? Nou, ik rij in ieder geval weer top 10. Hebben jullie schade voor mij of? Jullie rijden in één keer heel langzaam. Nog voor de safety car bedoel ik, hè? Ja, safety car, dat is. Ik bedoel nog voor de safety car natuurlijk.
Nou, ik weet dat wel dat ik iets wat schade heb. En ik merk er gewoon echt zoveel van. Het is echt super kut. Maar ja, ik kan hem niet gaan stoppen nu, want dan vind ik alles. Nou, ik zie in één keer Alphys, Siddo en Cheetah zo hard op me afkomen. Ja, we hadden Sunrise van een foutje gemaakt ervoor. Ah, oké. Okay. Ja, ik wou net zeggen, er moet wel iets gebeurd zijn. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Op die safety car wel goed, ik ben net de pits geweest. Rijdt Puls nog of niet? Nee. Nee, hij is al gekeurd. Wat is er gebeurd dan? Crash? Ja, crash van zichzelf volgens mij. Nou, bocht 3 dacht ik van. Ja, bocht 3 dacht ik. Jij zat achter hem toch, Niels, of niet? Niks ja, gezien. Maar ik zat best wel een stukje achter, dus ik kon net door die bocht heen. Zag ik hem daar in één keer staan. Ja, ik raakte de knop. Ja. Dat kan. Too bad. Oh, kut man. Ik merk wel dat ik echt totaal geen pace heb. Ik heb schade. Is het niet tijd om naar binnen te gaan voor jou dan? Nee, ja. Dus het is handig om de safety car niet bij elkaar is. Als het je zoveel tijd kost, het is moeilijk je inhalen. Ja, had je net moeten gaan. Ja, uiteraard. Ja, maar het probleem was, als ik dat had gedaan, dan reed je waarschijnlijk 15e of zo. Ik reed 17e, nee, ik rijd nu 9e. Ah nee, ja, no, maar ik heb zoveel, dan haal ik ze nooit meer bij. Ik ga gewoon proberen kijken wat ik kan en dan weet je, ik ga toch best wel snel naar mijn eerste stop toe. Ik had mijn linker voorvleugel had ik geel. Dat was gewoon bijna onbestuurbaar gewoon. Ja, dat gaat echt heel snel. Dat is echt te snel eigenlijk. Ja, vooral ja, en ik heb een klein beetje vloerschade. Dat is kut. Ja, dat kunnen ze niet gaan doen. Hoe kan je dat zien? Max had ook een klein beetje vloerschade. Ja, nee, ik heb niet zoveel als Max, denk ik. Als je kunt gewoon zien aan de... Als je naar die schade ding gaat, zie je de vloer zeg maar wel verstaan. Okay. Buitenste randjes. Volgens mij had Norris ook een beetje vloerschade. Mag niet klagen, Bella. En ik kwam redelijk hard dichtbij. Dus, die kon niet meer op de krik. Kunnen pakken. Een safety car zou wat dislap zijn. Wat gaat hij nou nu in één keer zeggen? Nu gaat hij in één keer zeggen van... change your MFD voor een nieuw strategy option. Dat is natuurlijk niet gek. Mij ook een beetje laat. Dan zit je net te switchen op het punt natuurlijk. Wie denkt deze gek nog niet wat hij is? Jeff, hè? Ik zie punten voor me. Ja, pit now, we joined 14e. Nou, goeie Jeff. Goeie call. Lijkt wel een beetje een Hamilton actie dit. Jongen. Dat was wel echt een van de meest bizarre dingen die ik ooit gezien heb. Dat er maar één auto op de grid stond. Ja, maar het was ook echt... It was at this moment. Lewis Hamilton knows he fucked up. No, he fucked up, ja. Yeah. Lekker bak koffie erbij. Oh. ik vraag me dus alleen af. Mocht je nu wel communiceren na die rode vlag, dat je gewoon dan in die lap wel van mag communiceren? Weet ik niet. Ik weet het niet. Want het is niet echt de formation lap meer. Maar misschien officieel volgens de rulebook weer wel, weet je wel. Ja, daarom. Ik weet dus niet hoe dat zit. Want anders dan is het echt helemaal, ja, ik weet niet, anders dan is het misschien wel zijn eigen fout geweest, want de rest is allemaal naar binnen gekomen. Maar die, die hadden wel communicatie in het hele, ik weet het niet. Duurt lang. Nog steeds niet in slap? Bij Max hadden ze het er ook al over, voordat we überhaupt naar buiten gingen, dat ze al misschien naar Slick zouden gaan. Dus als ze dat hadden gedaan. Nou, volgens mij gaan we nog een rondje. Jezus. Ja. Denk je erom dan? Ik moet er niet aansluiten. Oh nee, ik denk dat we een rondje... Net op tijd. Fuck. Ja, maar echt hè, Koen. Veel te laat eigenlijk. Ja. Ja, veel te laat, echt niet normaal. Dat slaat helemaal nergens op. Oh, Siddo! Wanneer, jullie hebben die kut krijgen. Ik spring gewoon onder de safety car. Niet de safety car. Achter de afsluiten, joh. Oké, let's go. Voor die bocht, joh. Safety car is in this lap.
when the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flag. Verdomme. Safety car in this lap. Goed, de achterbandjes nog even opwarmen. Nu was het koud. Nee. There's been an incident on track, but officials aren't looking for a safety car right now. Just be careful. Sorry voor de kijkers thuis wat vloeken, maar. Tik je maar aan, hoor. Tik je maar aan. Holy. Ja. Ik kan niet verwachten dat je daar al zo remmen. Ja, daar moet je remmen, want hou die bocht gewoon niet. Dat gaat nog een keer naar binnen. Ja? Ja, weer kapot die voorvleugel. Bram, wat gebeurde er bij jou? Gebeurt er helemaal uit. Ja, ineens zat je voor mijn beeld. Volgens mij werd ik in mijn aangetikt voor jou, maar dat weet ik niet zeker. Ja. Oké, okay, Claire. Van achter kreeg ik een duwtje in die bocht. Ik zag je ineens slingeren. Ja, ik kan die bochten niet houden. Ja, de eerste keer kon ik jou ontwijken, maar de tweede keer niet meer. Ja, ik vleeg weg, maar ik haak het niet. Heb je schade, Sido? Ik zou helemaal vleugel beschadigd ook, hè? Check your MFD. Maar, goed, ja, ik zeg wel een keer dood, jongen. Ah. Oh, ik had het liever tijdens de 70 car of zo. Die AI die rijdt bij mij gewoon bijna de muren, joh. Hey. Hey. Waarom rij je dan ook op AI? Ja, dat was de pit. Oh ja, bij die pit. Als je zelf niet helemaal lekker uitkomt, dan weet AI niet meer wat hij moet doen. Dan wordt ik ging even slip met Griep erin. Nou, dan gaan we achter Sidderman. Oh, ik ga lekker aan. Oh, Shadow! Oh, ik rij nog! Oh, godverdomme! Heb je eraf getikt, Shadow? Nee, ik was er zelf. Ik heb geen vleugel meer. Ik had nog koude banden. Ja, precies. Oh! Oh, wat een kutspel, hè? Dat gaat haar nog een keer. Dat ga je glijden, joh. Ja, ik zag mezelf ook. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Okay, the gap behind is 2.1 seconds. Ik kon gewoon niet die bocht door op de vleugel, hè. Nou, als dit 70 laps zo doorgaat. Ik vind het prima. The gap to the car ahead is 3.7 seconds. Hello, kom hier gewoon. Je moet ook verder, jongen. Hoezo ga jij door? Je moet toch ook schade hebben? Ik? Ja, jij. Ik heb geen schade meer. Ik tik letterlijk mijn hele voorvleugel ervan af. Ja, nee, ik maakte een 360 gewoon op de baan. Oké. Man. Sorry. Ja, kom eens maar. Yes. Oh, ik toch. Mijn ERS komt nog aan. Caution. Mag je medium zijn kut, jongen?
te veel keur. Nee, maar. Ja, ik ben niet veel op, hè. Hij is oprecht een stuk langs, showstopper. Is goed. Dat is heel ver weg. Ja, kom aan. Fars. Sorry, Alvist. Ja, was het voldoende ruimte of was het een beetje mijn schuld ook, of niet? Nee, nah, niet echt. Ik heb de indruk dat ik plaats liet. Ja, nee, dat was prima. Oké, okay. Ik had het gewoon niet moeten proberen daar, ik heb gewoon, ik had al geen schade. Dus ja. Oh. Ja, sorry, ik kon die bochten niet door. Dus. Smash, doe het jongen, ga! Oh? Oh shit, oh, die zit daar vol in! Ah! Nou, ik lig eruit. Was gezellig jongens. Ja, perfect aan! Lekker hoor! Dit is het zo! Wat een held, hè? Alleen de Legend Haan zou het kunnen. Hij doet het gewoon, hè? Echt, hè, god! Ja, nee, er zit smash voor hem in de box! Verdomme! Ik ben zo weer weg. Oh, wat een jongen. Smash gaat mijn hele race verpesten nu. Ik moet ook nog even die voorvleugel. Nee, nee, nee. Ja, dat is gestopt. Ik had ook geen. Het reed ook niet lekker of zo. Weet je, ik had heel veel overstuur of zo. Oh, of onderstuur, zeg maar. Elke keer gleed mijn achterkant weg. One stop left in this strategy. Oh, wat tergend. Oh, jullie hebben gelijk stil. Safety car. Nou, mijn excuus. Ik vind het wel lekker hoor. Ik niet. De vraag is, kom ik nog voor Blair de baan op? Denk je dat niet eens? Jongens. Ik baal er wel van. Kut, sorry. Jongens, ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken en heel veel succes wensen. Yo, thanks man. Yes, ja, ik ben aan. Ik moest er wat, jongen. Yo, later jongen. Hallo. Kom wel goed met de fuel. Ja, dat denk ik ook wel. Echt, hè? Ik ga weer zes meters over. Verdomme. Ja, dan moet ik het doen. Nee. Ja, nou is wel alle druk op jou, ja, inderdaad. Dat klopt. Je moet die punten gaan scoren, want dat wordt voor mij... Nou ja, punten moet misschien nog kunnen, maar... Okay, slow down. Ik heb maar één doel deze race. Dat is cool. VK geslaan. Oh, die zit achter me. Nee. Nou, het kut is dat ze kunnen die vloerschuim natuurlijk niet repareren. Ah, dat die dus. Nee. Je kan het uitzetten, maar ja. Nou, nah, dat hoeft maar. Ik vind het ook wel prima, hoor, maar... Ja, ik moet gewoon mee leren leven. Het was niet zo hard tikje, het was gewoon in de eerste bocht. Ik weet niet meer wie, maar het was gewoon een klein tikje. Geef gas, kom op! Zitten mensen in de pits, Smash? Oh. Ga vooruit al. Ik ben een Hamiltontje. Ja, Alonso bij Hamilton. Oh, blessed. We meet again. Natuurlijk met die ronde afstand, hè. Best Smash Rocket. Smash Rocket is out of the race. Ik zat daar. Nice. Dat stond echt net in beeld. Nu niet meer. Nu staat er stay behind. Ja, dat is wel. Ja, we hebben wel vette bugs, moet ik zeggen. Zinno, probeer gewoon iedereen te unlappen. Dat deed blijft ook vorige race. Ja hoor, ik zou het gewoon doen. Maar het kan wel. Doe hem gewoon op, hoe heet dat? Start. En dan kijken wat hij doet.
maar volgens mij maar krijg je gewoon langs. Blijf je er gewoon zelf langs gereden, toch? Of niet? Je bent toch gewoon vorige keer zelf te langs gereden, Blijf? Ja, zelf, ja. Ja, ik zou er gewoon proberen langs te gaan, dus... Ja, hoor. Nee, ik denk de keer terug, je blijft achter Alphen, zegt hij, als ik langs ga. Serieus? Nou, wat dom. Ja. Ja, hij zet hem toch op AI, had hij hem toch gezet? Ja, we hadden toch iets met AI gedaan. Ja, eerst deed hij hem op AI, zodat hij iemand anders er juist voorbij ging. En toen daarna ging hij, lukte het wel. Oh. Gelapte rijder moet op AI. Ja. Nee, die moet je zin halen. Dank ik. De rest moet op AI. Iemand in chat zegt de gelapte... Raimondo zegt de gelapte rijder. Moet die op AI gaan? Ja. Ja, hij is ineens wel inhalen. Ja, als wij Zero in willen halen bijvoorbeeld. Ja. Precies. Maar ja, dat is ook niet echt ideaal. Dat is gewoon kut, want ja. Nou, ik heb alweer plus 4 laps, dus ik, daar hoef ik in ieder geval geen zorgen meer om te maken. Wij zijn er bijna dan en aan het einde van de race hebben we nog steeds een volle tank en glijden we nog steeds. Ja, dan glijden we nog steeds inderdaad. Ja, we rijden volle 100% jongens. Maar dan kan je in theorie toch ook zeggen, iedereen zet hem op AI, behalve Sido en die rijdt er langs. Je kunt het proberen. Nee. Godverdomme. Dat is daar coach. Check your MFD for a new. Ik heb 5 seconden. Want die coach is ik weer aanreed, hè, die ASO. Ja, ik heb hem aangereden. Ik zit 3 seconden naar chat te kijken en denk eens dat Smash Rocket voor me stil. Ik zeg geen chat om je show stoppen. Ja, met een kapotte neus, dus dit is echt, dit is dramatisch. Drama dus. Ja, als ik jou was, zou ik niet gewoon pitten, want die verliest 5 plekken ofzo. Maar is wel jammer, dan mis ik weer een battle met jou, ik had er net zo zin in. Dit gaat die slip, safety car gedaan. Jammer goed. Ja, ik probeer nog te redden, maar godsamme. Wat is dit? Wat is het deze race met mij aan de hand, joh? Ik ga echt nooit meer oefenen. Dit is echt verschrikkelijk. Weet je ook eens hoe dat is? Auw. Auw. Ja. Nee. Wat? Ja, weer een schrik. Wat is dit? Rijd op de jaar, alsjeblieft. Dat je naast zacht finish, dan ga ik voor mijn gas afrijks, oké? Ik ga weer op mee, Niels. Ah, dit is echt niet normaal. Ja, het spijt me, maar je stond een keer zo stil. Ik ga je zo lekker de hele tijd. En ik raakte je zo lichtjes aan. Ja, heel cool. Ja, het staat nergens op, ik heb het niet gemerkt. Oh! Ja, cheater, hè? Oh, goed, jongens. Het is me wel wat op deze baan, hoor. Oh, dan ben ik zo, iedereen denkt, iedereen heeft een creatieve lijn, zie ik hier. Nee, dit was niet Smash's schuld, dit was mijn schuld. Ik keek heel even naar de chat omdat we onder safety car rijden. Nee, dit durf ik niet. De blast gaat me eraf. Kan makkelijk, maar helaas. 100%. Nou, die blast, dat maakt hem allemaal niks uit, hoor. Wel blij. Nee, hoor. Ik voel me zenuws voor, maar ik denk, dank je, rammen die shit. Ja. Oh, ik heb hem niet. Tering. Ik heb trek extender, hè? Oh, ik ben zo achter in het houden nu. Vergeet, Ja, sorry, als er voor mij meer ruimte was, had ik je langs verlaten, Siddo. Maar ik moet ook nog. Leuk man. Oh, ik had daar vroeger op je ruimte. Sorry. Ja, sorry, ik ben een beetje agressief, maar volgens mij denk ik wel meer redelijk legaal. Wie? Ik. Ja. Er is meer een gat voor me, zo laat ik je er langs, hè. Ja, koppelgoedje. Probeer maar aan te haken voor je. Twee? Zie je dat ook, Joost? 11.2 seconds. Ja, ik zie het. Eerst, jongens! Wat is dit? Illegal position. Wat gebeurt er? Jongens, kom op! Ja, wat is hier? Ik zat linker deur en ik heb nu linker 13. In één keer illegal overtaken gekomen uit het niets.
terwijl ik niemand heb ingehaald, kreeg ik een illegal overtake. Ja, neem mij ook niet terug, dat draait toch of niet? Ja, je moet even wachten op mij, ik kom maar aan. Ja, dat was het, ja, dan moet ik wel nog even wachten, man. Oeh. Oh, dat was wel echt shade gooien hier. Godverdorie. Ja. Shit. Maar goed, nou zitten we in ieder geval langs, dus. Ja, maar goed, Koos rijdt op een minuut afstand voor me, dus. Ja, dat is bijna een heel rondje, inderdaad. Ja, ik kan je verzekeren, ik ga sowieso spinnen hier, dat weet ik zeker. Ik ben vast niet de enige. Ik ben een beetje vast wat dan, ik moet even een DRS krijgen. DRS is now online. Smash Rocket, Niels is faster dan you. Confirm driver swap, confirm driver swap. Swap? Oh. Ik kan niks meer op lean zetten, hè? Holy shit. Maar daar echt de tering. Ja, ik spin precies in de. Kijk, de nieuws achtergrond. Nee, dat komt zo. Oh nee, 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 nee. Oeh! Ligt gewoon uit? Nee! Hoe kan dat nou, joh? Weer bij Caps in de buurt, weer safety car. Kut spel. Wat is dat nou? Hoe dan? Nou, Koos krijgt hier een aansluiting. Ja, kom, bless door. Ja, ik heb een delta in mijn moment houden. Ja, dat zie ik, maar die is even dezelfde delta als die ik heb. Staat op 0.8. Ja, zeker wel. Plus 4. Heb ik. Plus 4-1 heb ik nu. Jezus, tering. Ja. Zo rijden we met 14 man. Kom, catch the safety car queue. Let's go. Hoe dan? Je assist delta. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Gas. Ah. Weet je wie je push op blast en de DNF koos, want zo die gaat die crash. Ja, misschien moet ik wel maar een beetje gepaste afstand bewaren. Ja. Een soort overleven vandaag, ja. Ondertussen heb ik alles al meegemaakt, dus ik ben door een AI eraf gereden, ik ben door mezelf eraf gereden. Dat mag nog niet. Ik ben gespind. Ik ben ook kapot bij AI. Ik
had een kleine touché met de cheetah gek, waardoor ik zijwaarts ging. Ik heb alles al meegemaakt. Kom zo hard als je kan. Kom op, let's go. It's the place to challenge is dit. Kan je niet gek maken, hè, Blaise? Nee, dat zeker wel. Weer een muur. We zijn er al bijna dus. Ja, pas me op, die coach uit zo een keer tegen je aan. Oh, moet ik voor iedereen dat gisteren met check. Ik ben... Fuck it, jongens. Ik ga gewoon racen. Ik ga niet wie iedereen langs laten. Dan word jij de wedstrijd gehaald. Ja, dat komt wel goed. Ik kan ook gewoon heel erg afremmen, gewoon iedereen. Kan ook. Ja, we hebben iedereen op AI dus. Ja, als er nou iemand op AI gaat en dan gaat hij proberen eens langs te gaan. Probeer dat dan. Oh, ja, Blaise. Fuck, ik ga er weer aan. Ja, zie, ik zei toch afstand houden voor Blaise. Ja, kom op. Ja, Blaise, je moet gewoon voor je kijken. Je moet gewoon zien wat er gebeurt, jongen. Check, check. Ik wil zeggen, de man achter is altijd degene die de fout heeft gemaakt. Hè? Tenzij je bot... Hey! Heerlijk, en dan koos ik je als het me niet laat, hè. Ja, ik zweer je, als mijn auto weer naar de kloot was, ik was zelf naar Limburg gegaan. Ja, leuk, geweldig. Daar gaan we weer. Oh, wat deed je, in godsnaam? Kom op, Smeek. Als je achterop kwijt bij je schuldig, dus ja, dan ik zweer het ook maar op een ram. Ja, nu ben ik, en ik was nog niet uitgesproken. Ik zei tenzij je Bottas bent die als een Mongool gewoon ergens achterin inklapt. Maar dat was 100% Bottas' fout. Gaan we weer. Oeh, en Joy zit er heel dit op, die was wakker. Sunrise pakt hier een plekje. Oeh, maar Showstopper die komt terug. Oh nee, slaat er achteraan. Oeh, daarachter smash bijna met een bramming crash. Oh, ik zit eigenlijk vooral voor moeten kijken, maar... Silo heeft toch maar iedereen weer voorbij gelaten of niet? Heeft hij niet gedaan? Wel bijna. Nee, ik heb nog niemand voorbij gelaten. Ja, 5 seconden stap. Ja, fuck ja, it, kan maar langs, jongens. Je moet er langs, je moet ze langs laten. Het is heel hinderlijk, en als iedereen zo dicht op elkaar rijdt. Ja, ik ben sneller dan mensen van. Ah. En Joy die sluit, blijft goed dichtbij. Bullshit, Smash zat in de buurt, moet ik zeggen. Dus, Ah, verdomme. Brand misschien? Voor een actie op Smash? Als Smash de deur dicht? Smash houdt de deur dicht. Bij mij glitcht alles weer verschrikkelijk. Kan we niet zien waar iedereen rijdt. Smash rijdt eerste. Koos rijdt eerste. Weer illegal overtake, wat is dit? Klopt, ja. Koen rijdt eerste. Blaze van je rijdt eerste. Nee, 13. Ik krijg geen penalty. Ja, ik ben eerste. Blaze! Ja, lekker Blaze! Illegal overtake. Dit is het. Nou, nu krijg ik 5 seconden penalty. What the fuck is dit? Ja, dan komt er Blaise geglitchjes ofzo. En Blaise gaat nu eerst bij mij op het scherm. What the fuck is dit? Ik heb Blaise. Ik heb zomaar 5 seconden penalty gekregen, omdat ik Bram illegaal had ingehaald, terwijl die voor me rijdt. Ja, vette glitchjes in deze game. Ja, dat vind ik prima. Zo moet die. Oh, nu is alles weer normaal. Domeinen niet. Daar gaat je eerst plek, Blaise.
Hoe voel je je? De beste die zit zo. Zij zit in Bram blijft dicht bij, Smash zitten, moet ik zeggen. Ik lig eerste. Wat ziet dat? Die rijdt ook nog dicht op Bram. Dus. Oh, lees alles weer. Dit is heel echt. Maar de mensen gaan nu meer van die illegal overtakes hebben, ik weet het zeker, want dit is echt... Ik weet niet wat er allemaal gaande is, maar... Ik heb al wel gratis 5 gekregen, dus dat is wel lekker op zich. Ja... Doe met mij mee en eis gewoon een restart. Ja, sowieso. Sowieso. Nu kan ik niet meer zien waar battles close zijn, dit is heel vervelend. Nou, voor mij. Nou, bij Smash dan. Bij Smash weet ik dat het nog close is. Bij Smash, Bram en Cheetah, gek. Die rijden allemaal op een. Op 2 meter of zo. Ja, ik wou zeggen. Oh, ja, dat kan toch niet, dit allemaal? Wat is dit, joh? Zeg er wat van, Niels. Ja, dan dive je gewoon 2 mensen tegelijkertijd bij Smash. Allebei heel erg laat, moet ik zeggen. Cheetah, gek, die wou al gaan duiven bij Bram, maar toen deed Bram hetzelfde bij Smash. Ja, dat paste niet. Heel zuur, maar ik denk toch dat het ook een beetje zijn eigen schuld is, want zie je te gek. Oh, ja, dat smeest dat kant niet. Die gooit gewoon de deur dicht, joh. Geef jullie nog wel op de baan. Ah, gaat goed. Jullie allebei rijden nog, je kan door. Kan ermee door. Wat is de volgorde? Waar rijden we nu eigenlijk? Welke volgorde? Iedereen. Smeest ook altijd achter, dat zie ik hier staan. Volgens mij 1, Caps 2, Enjoy 3, Alphys 4, Sunrise 5, Showstopper 6. Volgens mij klopt het 7. Bram 8. Dan is het klaar. Oost rijdt op 9. Blast op 10. Kom op, Blast, jongen. Ik weet echt wat aan de hand is, jongen. Nee, bij mij nu. Oké, nu niet meer. Laat maar. Nu zit er even een knopje terug. Sorry, nu klopt het volgens mij. Is er iemand eruit geflikkerd? Ja, dan. Ja, ik weet niet. Cheetah staat voor mij ook nog voor Blast, maar dat weet ik niet zeker eigenlijk. Zoveel glitches ineens voor mijn beeld ook. De hele ranking die glitcht helemaal, joh. Ja, maar ik krijg ook gewoon zo af en toe een auto voor me in één keer. Dan nog glitch. Ook heel fijn, joh. Ja, volgens mij is de game out of sync, I guess. Ja. Zo moet ik ook. Mag ik maar 5 seconden nog terug in game, please? Ja, als je de pit in gaat. Rotterdam met die Delta, dat zo'n fucking safety car is. Op mijn scherm loop ik een ronde voor iedereen, dus dit toch... Ja, had ik net ook. Ja, ik heb hier de uitslag, voor mij staat hier de ranking wel redelijk goed. 1 Sineel, 2 Caps, 3 Enjoy, 4 Alphist, 5 Sunrise, 6 Showstopper, 7 Smash, 8 Bram, 9 Coast, 10 Raccoondog, 11 Cheetah Gek, 12 Blast, 14 Siddo. Maar die moet dan er nog inhouden. Dus ik rijd in principe op 13. Ik krijg weer veel 13e, ja, dat klopt. Mag niet op de helft. Potverdorie. Jongens, ik heb gewoon weer de helft van de race niet eens gehaald. Jezus. Ik meer brandstof uit mijn auto moeten halen. Ja. Het is zo moeilijk inschatten nu. Ik vind het echt kut dat je niet meer op heavy kan rijden. Ja, ik vind dat ook weird. Het maakt gewoon, I don't know. Maar dan doe het hele fielding dan gewoon niet meer in de game. Ja, ik wou zeggen, zo kan ik het toch niet berekenen? Hoe de fuck moet ik dit weten? Maar dat kunnen ze wel maar goed doen, hoor. Dus waarom hebben ze uit de game? Nu kun je ook helemaal niet anticiperen op als je een safety car hebt, dan kun je extra fuel gebruiken. En als je dan geen safety car hebt, moet je juist sparen. Nou, dat was altijd juist leuk. Je kan op deze safety car kan je wel op lean zetten, maar... Ja, maar dan kun je daarna geen heavy meer gebruiken, dus dan heb je er niks aan. Ja, precies. Ja, je kan hem wat overheffen, maar dan... Oh, jongens. Ik heb een beetje. Ik heb nu een beetje een soort 2 max weekenden achter elkaar. Godverdomme. Ja, jij laat echt hele dure punten liggen. Van leider van het kampioenschap naar waarschijnlijk 10 in de ranking hierna. Ah, nu geeft hij een andere strategie of wat? Nou, dat zal meevallen, maar. Nou. Na aansluiting ben ik wel volledig voor.
plus 6 lijp je. Nee, deze glitches zijn niet alleen op PC hoor. Ook zeker op PlayStation ook, want ik weet dat, dat ze misschien die eerste race niet door worden gaan, laten gaan bij Skate. Oh, serieus? Zo erg? Dat het zo erg was. Ja, dat is niet normaal. Maar, hey, Niels, kan je kijken op mijn stream? Kijk, mijn spiegel in de rechterband. Dat komt door DLSS. Ik ga eens kijken. Ja, de laatste patch zei zelfs dat DLSS improved is. Ja, dat mocht ook wel, maar wacht, kan je het zien af en toe? Het is nu weg. Jij hebt, omdat je ultra wide speelt, kan ik je spiegels niet zien. Maar... Nee, het is echt een carbon gedeelte van de speaker, die zie je op de band. Zeg maar, mijn carbon wordt af en toe één op één gemaakt met de band. Ja, ik begrijp wat je bedoelt, ja, inderdaad, ja. Ja, je kan het nu niet meer goed zien, maar echt daarvoor was het echt... Ja, nu zie je het niet echt, ja. Daarvoor was het echt heel erg. Heeft de kar die slap? Oh, daar gaan we weer, ja. Dit is zo'n groene auto stil. Ja, blijf nog even stil. Dat is altijd een keer. Nou, daar gaan we, naar de restart. Zoveelste keer, ja. See you, cops. Enjoy, Alvist, Sunrise, Showstopper, Smash. Gaan we een aanval op de leiding zien. Oh, ja. Oh, ja, hij rijdt er tegenaan. Ja, wat is dit voor hairstart, jongens? Kom maar op. Mooi, jongens. Kom maar voorbij. Dit was echt kut. Oh, een Alvist. Jezus, jongens. Ja, ik kreeg een tik van achter. Oh, dat zag ik niet. Bottasje. Hé, hey, ik remde op tijd, ik werd gewoon naar voren geduwd. Ja. Dat was chaos, jongens. Ik weet niet wat er precies gebeurde daar, maar... Iemand stopte gewoon voor de lijn. Ik wilde Sinno voorbij laten, maar in één keer zat Blastfire, die was er langs even piep. Mooi, hè? Pas op, Jezus Smash! Je hoeft hem amper te remmen daar, hè? Ja, ik wil een beetje afstand houden, sorry. Ik heb geen schade gelukkig, maar... Nee, ik ging ook expres nog verder naar de buitenkant. Ik zag dat je snel kwam. Tiene Piets. Ja, sorry, daar kan ik niks aan doen. Ze hebben ze hier... Je bent echt tering langzaam, man. Kom op. Ja, klopt. Ja, maar... Je rijdt me net bijna van de baan af. Ah, kom op! Ja, joh. Ik heb schade. Jongen, man! Ja, ik ga gewoon aan de kant dan als je schade hebt. Godverdomme! Ja. Zo dan. Chaos hier zo, zeg. Ja. Allemaal. Oh. Waarom ga je naar binnen? Les tegen de paal. We hebben drie pitters af. Is smashing coach. Wat een gelul weer, man. Het is echt de vierde fucking keer dat ik die pits in moet. De domme kut shit. Oh, echt verschrikkelijk. Niemand geraakt en ik krijg 5 seconden penalty. Ja, ik ook. Ja, en ik moet die penalty voor jou ook doen, hè? Omdat ik gewoon achter je sta te wachten. Wat een teringzooi, man! Maar spelletje, jongen. Ja, maar kerel, hier word je wel echt lijf van. Ik bedoel, hij is zo langzaam. Ben ik er voorbij, stuurt hij op me in. Cool, kerel, hier kan je toch niet tegenop rijden, man. Ja, nou ja. Ah, dat punt ging ook nog, omdat... Dat is gewoon het kutte, ja. Dat had ik precies... Ik had wel iets vergelijkbaars. Ik zat ook achter Smash en dan... Ging ik, ja, nam ik zoveel van mezelf mee, moest ik wel mijn gas af, ja, toen. Ja, maar ik was er al voorbij en dan gaat hij naar links. Ja, je was er niet voorbij. Nee, niet voorbij, maar daarnaast, laat ik het zo zeggen. Het is dat ik daar van mijn gas af ga, anders is het echt een chaos. Ja, ik zag het niet goed genoeg. Ik weet niet, ik dacht eerst dat je er nog achter zat, maar ik weet het niet. Ja, ik kwam ernaast, maar ik zie al, hij gaat gewoon naar links, hij heeft scheid.
jongen. Het is dus. Oh, Bram retired! Nog één, nog een 70k. Ja, goed. Jezus. Ik kap het zo mee, man. Dit is echt. Dit is echt. Ja, what the fuck. Jongens, ik krijg een restart. Ik heb 7 laps af hier, hallo. Ik weet het niet, hij moet daar niet insturen, John. Ja, ik wil het zo nog even terugkijken. Zeker maar. Omdat het ook geen natuurlijke lijn was. De safety car is waiting. Is dat het een herhaling wordt van Silverstone? Nou, dit gaat al zwaar over Silverstone, hè? Al veel meer DNF's in ieder geval dan bij Silverstone. Ja, veel meer dan één DNF meer, moet ik zeggen. Ik bedoel, we zitten nog steeds lap 29, man. Pizza. Nee, ik heb het niet over dat stuk, Bacon. Ander stuk, Bacon. The fuck met die auto's van show? Ja, kom op. Ik heb het over een stuk na bocht. Welke? Die blinde bocht naar boven, daar heb ik het over. Ja, Linde daarvoor was ik met te laat, ik zag het net niet. Dat heb ik net niet gezien. Ah ja, het is goed met je, Bacon. Echt vervelende man, jongen. Echt altijd hetzelfde. Waarom kijk je überhaupt nog in? Nee, gewoon hetzelfde probleem als Blastfire ook normaal heeft. Alles is kut. Ik zal het even terugkijken. Een minuut. Ja, leedvermaak. Tief gewoon op, man. Ja, tuurlijk. Kom op, jongens. Liefde. Meteen naar de restart of niet? Dat weet ik niet meer. Bij de eerste volle ronde of zo. Ja, volgens mij is deze ronde. Ik ga het nu weer kijken. Ik heb gewoon zoveel overspeed. Ik ga er gewoon links. Zou ik er langs gaan? Pas al gewoon op. Want ik weet, ja, dit soort shit gebeurt. Wie is de Aston Martin die ongeveer de pace van de safety car is? Ik. Ik heb schade. Waarom? Ga je naar binnen of niet? Nee, ja. Ja, wat zo kan ik niet rijden. Was het deze ronde of niet? Ik weet het eigenlijk. Ik denk... Bij het gewoon de fuse ook kapot of zo. Ik weet niet wat het was. Ik denk 28 of zo? Ja, het kan zijn dat je verschaling in je vloer hebt. Zit hier op 27? Ja, waar dacht je dat het misging? Bij die bocht omhoog? Ja, die blinde bocht. Sector? Die blinde bocht. Ja, volgens mij is dat nog... Ja, dat kan net begin sector 2 zijn. Maar die, je weet welke bocht het is. Waar ik nu letterlijk rij. Waar ik nu letterlijk op dit moment rij. Deze. Pak hem hier. Ja, boom. Ga er links. Kom er, en hij gaat gewoon ook naar links. Meer safety cars dan in Monaco, joh. Ja. Het duurde ook voor mij lang om überhaupt bij te komen, hoor. Dus bijna 2 rondjes vol aan het gassen. Wel een beetje agressief, maar ik vond niet per se dat het heel erg was of zo. Nou, je weet, als ik gewoon gas erop blijf houden, ben ik er langs. Ja, lastig. Ja, ik weet niet. Ik denk dat daar gewoon. Ja, ik weet niet of je daar via de buitenkant überhaupt langs is gekomen, maar dat is natuurlijk een ander probleem. Maar... Nee, ja, maar dat had ik dan weer kunnen zien. Op dat stuk had ik zware overspeed. Ja, Smash ging wel wat. Ja, hij ging wel wat agressief naar links, dat is wel zo. Maar ja, daarna doe je het wel zelf, vind ik. Bij oh, andere, ja, als je die schade pakt. Ja, sowieso. Maar omdat hij zo tering langzaam rijdt, ik moet voorbij.
Weet je wel, en dan op een eerlijke manier kan het niet. Ja, dan word ik ongeduldig en daar maak ik een fout. Want het moment dat ik hem raak, dat is 100% mijn eigen fout. Die medium is zo lastig om de temperatuur aan te houden. Nou jongens, we hebben bijna de helft van de race 170 graag gereden. Ah, maakt smash niks uit hoor, die rijdt zo meteen weer iemand eraf, maakt hem niks uit. Ik wou net zeggen, dat heeft nog nooit verschil gemaakt. jongens. Het is wel balen dat Zinno de boot gemist heeft. En al die safety cars, hè? Ja, zo, maar echt. Ja, echt. Net de verkeerde. Maar ja, niemand wil ook even per jaar gaan, zodat hij er misschien langs kan. Zijn ja, ik wil dat wel, maar ik zit achter hem. Ja, ik wil ook wel. Ik wil wel bij jou gaan, hoor. Dat langs ga eens op bij jou. Cool, ja, ik moest jullie zo meteen toch weer er langs laten bestarten. Nou, kijk, het enige waar Zidde op dit moment op hoopt, is dat er gewoon nog zeker 3 mensen gaan uitvallen. Ja, dat gaat ook wel gebeuren. Van Blast kon zichzelf gewoon helemaal inleppen. Kijk, Ah, lekker belangrijk, joh. Als je nu op de street gewoon 2 mensen voorbij laat, is toch prima? Ja, 3 mensen, hè? Oh, 3, ja. Ja, kijk, het kutte is, Blast, of ik bedoel, Sido kan gewoon niks meer. Ook al heeft hij super goede pace, hij kan niks. Nee, maar Blastfire blijft hij nog wel voor. Als er een gap is, dan kan hij me gewoon inhalen. Ja, maar dat kan haast niet bij een na een safety car. Dat is bijna onmogelijk. Nee, niet naar de safety car, maar een paar rondjes daarna wel. Alleen, dan krijgen we elke keer weer een nieuwe. Dat is een beetje het probleem. Ja, precies. Moet ik consequent echt... Maar hij moet constant opnieuw beginnen. Ja. Welke kant gebruikt jij Sido voor het rechte stuk? Links of rechts? Rechts ga ik van mijn stek van mijn gas af. Oh, Blastfire! Wat doe je, man? Here goes. Ah! Ah, dit is toch niet te geloven, joh? Blast saboteert je hier gewoon, hè? Oh, Sunrise is wakker, jongens. Ah, maar het is Blast, hoe dan? Ja, dat is veranderd maar goed. Ja, 3 kilometer per uur gaan we! Hoe kan je verremmen bij 3 kilometer per uur? Ja, hoe kan dat nu? Ja, ik krijg 5 seconden. Nee, ik neem die hele... Oh, smash! Oh, de reden dat je eraf ging. Nee, joh. Ja, jij kan nog off-roaden, dat maakt helemaal niks uit natuurlijk. Koos inmiddels ook Raccoon Dog voorbij. Oh. Koos is boos en onder charge. Een divebomb hier zo van de rocket. Die dacht ik moet achter die Koos aan. Ja, die wil revenge. Wat? Oh, dat hij wil revenge! Wat is het voor een wereld waarin we in leven, joh? Hij wil revenge. Daar komt de volgende McLaren al op Raccoon Dog, die ziet zichzelf nu wel veel plekken voor ineens. Ja, ik ga niet mezelf in de prak rijden. Cheetah gek maar inmiddels. Maar ja, doet iemand anders wel voor je. Bijna ja, ik ben net al bijna getorpedeerd. Lastig om iets onder DRS in te halen, moet ik zeggen. Wel, wat is dit, 5 pitstops en P5? Ja, P6 kan. Oh, P6, sorry. Maar even zonder gein, hè. Deze 5 seconden, hè. Die tellen echt niet mee als die aan het einde van de race worden meegeteld, Niels. Ja, die van mij dan. Dat was helemaal mooi. Dan gooi ik ze allemaal weg. Dan gooi ik alle 5 seconden weg. Ja, dat is cool. Mag je mij de 15 seconden bijtellen of aftellen? Precies. Dat drie keer vaak tegen knal op de schoen. Nou, maar dan maak ik gewoon een foto van weer. En dan... Maar moet ik wel even in de gaten houden. Ja, ik weet niet. Sommige mensen moeten misschien ook nog wel pitten. Dat is een beetje dat ding. Ja, waarschijnlijk ik ook. Ja. Daarom zei ik al als, maar... Ik denk dat de meeste mensen nog moeten pitten. Want iedereen rijdt bijna op medium, denk ik, of niet? Ja, of soft zelfs. Ja. Ja, dan red je het niet tot het einde, denk ik. Maar die 5 seconden kan je niet inwisselen tijdens de safety car, toch? Nee, dat kan niet.
Maar kan je dan wel gewoon pitten? Ja, die, met de pitstop gaat die 5 seconden weken. Dat is ja, niet maar ik weet het niet. Nee joh, Sinjot. Sinjot, nee joh. Caution, caution. Dit is heel pijnlijk. Green flag. Hele race gewoon clean voorop gereden. Gelukkig verlies je niet heel veel tijd, maar... Ik kom niet bij Showstopper, joh. Ja, die heeft ook nog, zit ook nog vlak, die zit nu vlak achter Sinjot nog. Ja, gedeeld bij Koos. Maar krijg nu DRS. Rustig, wacht op het rechtstukje, dan pak je hem. Ja, precies. Dan zeg ik krijg nu DRS. Niel die zit meteen weer achter cheater gek. Die denkt nou, ga aan de kant. I'm faster than you. Tussen de achter, Koos zit echt heel dicht erop. Oh, veel te laat! Oh. Sorry guys. Dat plekje moet je even teruggeven. Denk. Ja, doe ik ook hier. Ik ga naar buiten. Heb je hem? Ja, hij zit er voorbij. Rijd maar verder de koers. Sorry boys. Dat was de DRS en een overtake button. Die schiet toch een beetje door. Enjoy ondertussen. Die denkt nou, ik ruik een overwinning. Heb je schade, Chidruk? Ja, zo te zien wel. Door mij of? Ja. Ah, sorry man. Ja. Ja, ik schat hem helemaal verkeerd in daar. Kan Enjoy goed volgen door deze bocht heen? Dat is de vraag. Ja, redelijk. Ja, ik mag ook niks gaan schatten hebben, want de bochten zijn tricky zo. Ja, oh, dat begint te schuiven. Die kan er nog niet. Kan die hier wat? Of zouden we meteen weer een safety car krijgen op dit moment? Ja, hij haalt de bocht gewoon niet. Tussen zijn Koos en Alvis ziet er gek voorbij die het schade rondrijdt. En zo rijdt Koos met al zijn gehuil toch nog bijna richting het podium. Ja, bizar hè? Dit zijn hele belangrijke punten. Ja, hou je bek man, ik heb nog steeds 5 seconden. En Joy komt elke keer dichtbij in de middensector, maar dan moet ik toch even de laatste paar bochten, dan is hij toch net te veel eigenlijk. Oh, kut, ik hoor het gewoon weer terug in de blauwe vlag doet een smash rocket hè. Sinnoh rijdt een zware kutrace. Kijk de race, ja, kun je rust zeggen. Nou, hier nu dan. Hij zit er nu wel heel dicht op. Ja. Lastig. Maar zijn we een rechtstuk laatje weer voorbij. Die kan er bijna niet, die moet je zo'n goede exit hebben. Ja, het is onmogelijk. Tenminste onmogelijk, maar lastig. Ik heb ook niet de balls van George om hem daar de buiten langs te gooien. Oh, en een glitchje weer. Ik wil niet meer een illegal overtake van niks. Post staat eerste. Nice. Oh, nu Alvis, nu ziet hij gek, nu showstopper. Nu smash. Het is wel een bepaald stuk waar mensen dan voorbij komen gewoon. Ja, nou ja, op een gegeven moment valt iedereen, dan, zeg maar, vanaf nummer 1 valt iedereen dan in één keer allemaal weg. Zeg maar, elke keer als iemand er langs komt, dan valt hij weg en dan... Bij je bent altijd op 4. Ja, ja, daar ergens wel, ja, inderdaad. Meneer gaat nog wel rustig op derde. Dit is goed.
Oh, kijk ik even bij hem. Bijna van de banen, van de banen. Veel mee, ja. Is er hoog het gas. En ondertussen wordt het toch wel duidelijk dat ik denk dat het Alphys net wat meer snelheid heeft. Ja, dat denk ik ook. Kan je niet gewoon even recht rijden op het rechtstuk, hè? Dat is beter. Nee. Nou, op jou misschien. Ah, ja, ja. Nou, dit zijn Lewis Alonso battles, hoor. Oh, geel sector 1, wat is er aan de hand? Ja, het is een rice phantom. Oh, Koos, oh mijn. Dat was ja. Dat scheelde niet veel! Last. Dank je. Oh, geel sector 3. Oh, geel sector 2 en 3. Oh, Koos is hem kwijt. Wil je me niet van de weg afrijden? Dank je wel. Nou, je hoort het. Ik sta letterlijk stil, maar oké. Ja, ik sta letterlijk echt drie uur stil geparkeerd om iedereen er voorbij te laten gaan. Hij mag nog van geluk spreken, die koos, ik ging er daar af en ik ging gewoon in een hele langzame terug aftocht richting de muur en ik kon niks meer doen en dan ging die. Ik ging echt met 10 km per uur die muur in en ik was gewoon mijn band kwijt. Ja, ik ben op een gegeven moment nu wel ook al mijn balans kwijt, lijkt het. Maar misschien zijn de banden nog fel. Oh. Ja, dat duurt altijd even, hoor. Kan wel bijna een rondje duren voordat je echt een volle grip hebt. Ik geef Alphys de schuld. Nog 30 ronden. Alphys had zo de druk op te voeren. Ik wist me geen raad. Ja, nog 30 ronden van Enjoy die vlak achter Caps zit. Gaat de Caps een fout maken, want daar lijkt het op. Dat moet er gebeuren, denk ik. Of gaat Enjoy het op een onorthodoxe manier doen? Nou, ik kan hem op zich wel een bocht 1 gewoon even eraf duwen. Ik kan het wel proberen. Ik kijk nu mee, dus dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan moet je gewoon eruit de race gaan. Komt een safety car, dan bestuur ik dat en dan rijd je gewoon af. Mm. Zonde. Oh, die sluit aan. Kan die wat? Ja, nee. Oeh, fuck. Oh, ik heb het. Hij is net een beetje zijn exit daar. Ondertussen komt Siniot weer iets dichterbij. En lijkt de rest nog wel echt afgevallen. Koendo. Inmiddels heeft Sido bijna blast te pakken. Oh, van het baantje af. Gaat Koos. Gaat er voorbij. Ah, hij zit heel dichtbij hoor, maar nu net een beetje een momentje van Enjoy. Een van de momenten die dichtst zijn momenten. Ik heb niet zo dichtbij gezeten, maar het is zo lastig om die exit goed te krijgen. We losen time op, want we zetten diegene achter ons, hè? Zegt mijn engineer net. Kut voor je. Tinions komt ons halen. Ja, dat is lastig. Dat is lastig voor je. En niet alleen voor mij. Okay, ik weet niet of ik heb gesteld gehad of je kan. Seconds. Doe mijn best. Hebben we nog iemand die bij iemand anders in de buurt rijdt? Nou.
Ik zie alleen wel één ding. 8 smash, 9 koos. Dat kan alleen maar leuk worden, jongens. Voor de content. Ja, doe het voor de content. Ik rij hard te dicht naartoe, dus... Links, rechts, links, toch? Kijk, als jij met de volgorde zegt, dan ga ik rechts, links, rechts. Oh, dat is niet zo slim natuurlijk. Nee. Ik ben bij me. Oh. Gaat hij het nu een keer proberen misschien? Nee, dat kan ik niet. Ik moet wel heel blij. Ik ga bijna net zo eigen als Lewis over de boordradio. Oh, we moeten hier niet naar de dokter moeten brengen straks. Dat lijkt me echt een goed idee. Inmiddels is het... Oh, smash! Pretbederven! Ja, sorry. Ja, alleen hiervoor geef ik je al een raceban. Ja, sorry. Hierom wel! Godverdomme. Ja, we zijn om content te leveren hier. Ik wilde al een polletje opgooien naar deze stream, hoor. Nou, je weet dat iedereen in de chat een één kan heeft gekozen, dus dat heeft... Ja, dat klopt. Slagen, denk ik. Vooral Bacon. Sorry, Bacon. Weet je dan wat voor je op en je bent helemaal boos op hem. Nee man, nou, dat is altijd een bloedzuiger. Echt verschrikkelijk. Ja, hij weet dat je hem niet tegen kan, daarom doet hij het. Ja, maar dat zijn de ergste bloedzuigers. Gewoon, hoe kan je zo zijn? Bij gewoon een vervelende man. Kan hier en Joy een betere exit pakken? Dit wordt heel erg close. Nee, want er is safety car. Ah. Waar is er een ongeluk gebeurd, guys? Waarom zit er bij mij nou geen virtual safety car? Ik begrijp er niks van. Ik hoor ook niemand verder. Guys? Nee, ja, ik had al wat schade, man. Ze racen hier gewoon door, zie ik, maar ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Nee, ik had in ieder geval wat schade. Ik heb niks. Oeh, dat ging bijna, enjoy. Ik maak gebruik van door een pits op te pakken. Ik heb helemaal niks. Wat? Ik kreeg gebruik van party van niks. Ah, jij moet je mond houden met je niks. Begrijp er niks van. Ah, natuurlijk moet ik nog 5 seconden tijdschap moet ik nog pakken. Oh. Nee, ik ook. Gewoon, dit is een game, man. Wat heb ik nou... Hey, Enjoy, had jij nou een virtual safety car vanaf wanneer gekregen? Fucking 5 seconden wachten hier. Ja, echt net. Die, bij de turn 4? Of, ja, ik denk het. Ja, ik weet niet. Ik ben niet zo goed met de nummers. Ja, maar je was... Je... ongeveer. Ik zeg, die hele eerste sector, die race jullie nog gewoon. Terwijl Koos al een virtual safety car had. Oh, serieus? Ja. Ja, heel weird. Daarom, ik had echt zoiets van... Guys, ik hoor niemand. Ah, ik dacht dat is hem, Enjoy, maar toch net niet. Ik dacht het ook, man. Oh, een draaidoek penalty! Let's go! Wat is dit? Nou, dit is een game, jongen. What the fuck? Wat gebeurde ja, daar? Komt er niet. Ja, ik weet ook niet wat dat was. Dat sloeg nergens op. Wat? Enjoy krijgt nu een drive-thru, omdat zij hadden allebei nog geen virtual safety cap. Bij mij stond het ook niet op schermen, die krijgen ze nu, krijgen ze daar in één keer drive-thru voor. Ja, en nu mag ik natuurlijk niet mijn ding doen, front-ring vervangen, toch? Of wel? Nee, dat gaat niet, denk ik. Drive-thru gaat dat niet bij jou. Ja, jawel, maar je drive-thru kun je toch niet inleveren tijdens een... Kun je toch niet direct inleveren. Oh, dus hier moet ik alsnog... Die registreren nog niet, volgens mij. Wat is dit? Wie? Ik heb geen idee wat daar gebeurde. Ja... Ja, ik snap er ook niks van. Ik vind het ook heel weird. Het is heel maar bij wie? Bij Enjoy. Rijdt hij voor me? Ik raak hem nog vast door. Niet eens aan daar. Nou, hij rijdt nu nog wel voor je, maar hij heeft nog een drive-thru zo meteen. Nice. Ja. Ik denk dat er iemand in het publiek zat met een spandoek Sir Cheat. Karma comes around. Ach ja. Ja, dit is heel kut, want ja, dit slaat helemaal nergens op. Maar nu moet ik dus nog naar binnen, toch? Ja, je hebt nu nog een draai toe, maar je kunt... Ja, maar dan moet ik binnen, kom binnen. En je moet mij er langs laten. Pas op, hij komt aan je linkerkant nu weer. Ja, ik ben erachter liggen. Nee, ik zeg het maar alvast gewoon. Ja.
Ik heb ze ook met een 5 seconden penalty in de gaten, denk ik, de raceleiding komt. Houd in de gaten, Niels, of het ver gaat. Oh. Oh, ik zal dat zakken als ik in de gaten houden. Nou, oh, fuck okay. Nou, waar ga ik terecht komen? Fuck, bij, ja, wel, ik denk nog voor Smash. Ik denk dat je, op, dat je maar één plekje verliest, ja. Maar... Oh, ja, doe dan nog maar een safety card, dan komt het wel weer goed. Oké, komt eraan. Niet op mij, alsjeblieft, Smash. Hij rijdt niet in de buurt. Ja, nou, nu wel. Hij rijdt ja, voor je. Rijd voor je. Oh, 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 dat zag ik, nee, ik zag Koos even nadenken. Ik dacht, oh, kut. Ja, ik moet de bocht halen, hè. Kunnen we langs zullen... Oh, daar gaat Caps. Wat gebeurt er met Caps dan? Met deze bocht dan. Dankjewel, joh. Oh, dit past niet, jongens. Dit past niet. Dit is gaat drama worden. Oh, 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 oh. Met z'n twee door die bocht heen. Wat moet ik hier nou van denken, jongens? Ja, dangerous driving. Dit kan niet. Ja, dit is kwalificatie. Ja. Het is goed gegaan, ik kan er nog niks van zeggen, dus... Ik vind het wel, dus niet dat ik achter ze rij, maar ik vind het dus kwalificatie. Ja, ik begrijp het, dus kwalificatie. Oh, oh, smash, 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 smash. Die lijkt hier meer helemaal verkeerd op. Ja, nu moet hij oppassen dat ik ook niet weer dezelfde fout maak als de vorige keer. Nou, dat is... Hij blijft rustig voor het rechte stuk, denk ik. Ondertussen heeft wel iedereen zijn penalty ingeleverd. En gaan we Smash V Coast V2 zien. Oh, 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 wat laat. Oh, 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 oh. Nee, joh. Smash, die gaat daar veel te laat. Ja, maar daarom, het is zo moeilijk om dit voorbij te gaan. Ja, maar omdat hij heel onvoorspelbaar is, dat ja. Ik ook wel, maar ja. Daarvoor moet je gewoon heel rustig blijven, want anders heeft het geen zin. Is er ook een mogelijkheid om een banden niet te wisselen? Nee. Nee. Dat is heel kut. Ik ben sowieso best wel verplicht om banden te wisselen, toch? Nee. Ja, Blessa weet er alles van, die heeft al 20 keer gepit. Ja, dat is kut, want ik wil geen nieuwe banden, maar... Ik moet wel pitten. Ja. Nou, als Koos hier een beetje aan kan sluiten en of hij net die laatste bocht kan delen, dan heeft hij een goede kans. Nog tussen Sunrise in de pit. Dan komt de Ronde Enjoy er weer uit. En ja, Koos zit iets dichterbij, maar... De prak. Dank u. Oh. Kijk, ik kan niet zuur, ik heb geen vleugel meer. Dus. Oh, touché! Kerel. Ja, Jezus! Jongens. Nou, dit is toch niet normaal? Pas op, alsjeblieft, jongens. Mensenlevens. Jeetje, man. Alonso heeft naar Messi gekeken. Messi heeft naar Alonso gekeken. Ah, plik. Ja, tuurlijk. Plik hem maar. Green flag, drop ja, dat was de doorgang van ik pak die bochten en een nieuwe safety car. De hele kut race dezelfde, hè? Op dezelfde manier. En nu beslist je opeens van nee, hop, ik flikker de boy met je condom. Tjaag, rot me een eind op met een kutspel. Ja, ik vind het ook een kutspel, man. Ja, ben ik het ook mee eens. Kutspel. Eindelijk! We gaan terug naar 2020, jongens. Ja, en Caps, mag jij ook een safety car voorbij? Ja. Oké. Okay. Ja, waarschijnlijk omdat jullie net te vroeg waren of zo. Ja, waarschijnlijk was hij nog niet mentaal voorbereid, die safety car. Die dacht, nou, nog even goed. Ah, even pauze. Oh, maar dan komt het Alvis al voorbij. Alvis rijdt eerst, dus die was al voorbij de safety car. Ja, maar ik heb wel Delta nu, dus dat klopt gek leuk, man.
Ja, je moet de delta moet je even positief houden. Dat is pas als je... We mogen er allemaal voorbij, wat fuck. Pas als het rondje als Alphys aanstaat. We moeten toch gewoon aansluiten? Dan heb ik met delta te maken. Nee, maar de eerste ronde, de eerste hele ronde, totdat zeg maar de ronde waarbij je bij de CTK komt, rij je altijd met een delta. Ja, daar hebben jullie geen ervaring mee, omdat jullie altijd eerst rijden. Maar de eerste ronde als de 70 gekald wordt, dan is er altijd een delta. Maar wel mooi, ik had net nieuwe mediums eronder, ik moest naar de pit. Ik heb maar gewoon nieuwe hards gedaan, want ja, ik had schijnbaar allemaal used softs en zo, dus dat is echt een succes dit. Het leuke is wel nu, Koos en Smash gaan nu wel weer achter elkaar aan naar de safety car. Toch een interessante start. Oh, vals. Ik zou oppassen, Konald. De AI van Smash kan ook wel eens agressief zijn. Rijdt de AI achter me dan? Ja, hij heeft AI gezet een keer. Ja, ik wil zeggen, die rijdt gewoon hier, door. En Alphys heeft hiervan geprofiteerd. Die is nu gepit en derde plek. Oh, lekker. Ja, vanaf de leiding, maar hij had een buffertje. Oh. Nou, niet een buffertje trouwens. 42 seconden erachter rijdt zo stop een keer. Nou, die zullen allemaal wel aansluiten. Ik kan niet goed zien wie er allemaal op een ronde rijdt. Het is al ongelukkig, hou ik mijn race wel gelijk over. Dat is ja, de Koendok en Blaise zijn allebei op een ronde. Ja. Ja, ik zit nog niet op een ronde, maar zo meteen met safety car natuurlijk wel. Nee, je staat wel op een ronde, want Sinio die rijdt al een stuk verderop. Ja. Maar je staat nog niet op een lap van Smash, dat niet. Maar je staat wel op een lap van de Light. Heb je nog iemand fuel nodig? Heb je te koop? Ja, misschien kunnen ze wel, als ze nog extra chassis hebben, dan wil ik wel eerst stappen en dan gooien ze die fuel van jou maar en niet van mij. Ja. Ik heb ook nog genoeg voor jou hoor, dus Als iedereen gewoon wat afstaat. Gooi me op de weg! Nee. Ja, met je op zo mooi is dat nu, hè? Nee, maar ze krijgen nog meer safety cars. Ik ga achter smash. Wat? Jongens van... Nou, Bless, ik kan niet meer stijgen, dus het wat gaat de laatste rondje gaat tussen ons. Ja, twee Cheetah en wie is die ander? Sunrise die stond ineens stil voor mijn neus. Gewoon ja, echt stilstil. Sunrise die ging voor mijn neus weg, zeg maar, gewoon auto weg en ik had die nickel ja, ik stond bijna in jullie weg, maar ik denk, hè? Ja, dat begrijp ik. Excuses, ik was heel even een gammetje uit zitten, niet per se. Niet meer doen, hè? Ja, dus wel. Oké, en... Nou, dit wordt de langste YouTube video ooit van onze race. Ik kan me herinneren dat er één keer ook heel veel safety cars hadden. Ja, maar niet zoveel als dit, dat kan ik me haast niet meer voorstellen. Niet zoveel als dit, man. Ik kan nog wel een race rennen, maar dat was geen Hongarije. Nee, dat was een andere race. Ik weet dat een andere race ook een keer heel veel safety cars hadden, maar ik weet niet wat dat was. Ook het mijn begin van 2020 was dat. Ja, dat was ook aan het begin van de gamecyclus volgens mij ook, maar ik weet ook wel dat Hongarije ook wel veel was hoor, dat weet ik nog wel. Maar je kan ook de safety car op twee instellingen pakken aan. Ja, je kunt hem reduce doen en standard en nog wat ofzo. De ene optie is slecht en de andere optie nog slechter? Of? Ja, je hebt van mijn reduce standard en heb je zelf nog eentje dat hij het extra vaak doet ofzo. Extra vaak? Of niet? Nice. Ja, dat is onze setting denk ik. Nou, maar... Moet je erin halen? Ik weet niet of hij bij Reduce überhaupt normaal safety car doet. Misschien doet hij dan alleen maar virtual. Wil je me langs? Probeer me. Nee mag ik niet. Het maakt vanaf die plek ook niet zo heel veel uit, toch? Nee. Laten we heel eerlijk zijn. Nee, we rijden nog om een puntje. Ja, ik zit nog niet op mijn best. Voor lekker uitrijden. Ja, de rest is niet bij hier, dat heeft geen zin. Nee, dat is niet. Hey, Appa, dankjewel! Dankjewel voor het sub. Appreciate it. Gaan we weer, jongens. Ik ga wel de rest op. Oké. Signals vangt het veld op. Hij maakt het spannend. Ik ga rechts op. De laatste paar keer slingeren om de bandjes op te warmen. We gaan de laatste bocht in. Ja, dat is elke keer laat gegaan, maar hij gaat nu relatief vroeg. Cap zit hij lijkt. Cap zit. Ah, en Alphys niet. Alphys was niet wakker. Nee, Alphys lag weer te slapen. Misschien moest hij even stofzuigen, jongens. We weten het niet. Zien dat.
Het is wel zondagavond. Hé! Ja. Hé! Hey. 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 Ik moet iedereen er langs laten, dus ik had dat is netjes. Oh, ik heb schaam! Er is een showstopper, oh! Oh, oh, oh! Echt eraf! Wat is gebeurd, jongens? Punten, jongen, punten! Ik reed 50... Ik reed 52 rondes over dezelfde curb en nou ben ik. Ja, precies, hetzelfde had ik dus ook, hè? Ik had net ook zoiets gehad. Ondertussen is showstopper een paar plekken verloren. Alleen heeft Sunrise een penalty. Die curbs zijn zo willekeurig in dit spel, joh. Oh, en die smash die wil proberen achter Koos aan te gaan, maar dat ging niet helemaal volgens plan. Bam. Nou, ik heb al een paar keer meer snelheid gehad, maar ik kan er niet doorheen, hè? Mensen proberen het, maar... Ondertussen, Cheetah gek, die komt dicht bij Show stoppen. En Enjoy, die zit nog steeds dicht bij Sunrise. Ik denk dat Cheetah gek nog wel een kans maakt. Alhoewel, er is nog geen DRS. Showstopper was te laat. Ik kan Cheetah gek er zo gratis voorbij. Die hards, dat... Ik weet niet wat dat verband is, maar... Een harde band. Ja, en Caps rijdt de hele tijd clean rond en dan krijg je dit. Ja, inderdaad. Maar we hebben inmiddels al meer dan de helft in het kutspel. Dus ik zeg een restart. Ja, ik ook. Ja. Maar ik denk dat we gewoon een sprintrace moeten doen. Om de uiteindelijke uitslag te bepalen. We moeten alleen Haan even opbellen. Hoi. Haan, we rijden zondagavond om 10:30, wist je dat niet? Les, heb je een nieuwe minus? Enjoy heel wijd om Sunrise bij te houden. Hij doet niet bewust. Overigens, nee, Sunrise het ook, maar... Op DRS, nou nee, voor deze, ik denk dat je vanaf deze ronde enabled hebt, maar... Alphys met de snelste ronde. Ja, Alphys die gaat achter die Sinuot aan. Die denkt, nou, ik ruik hier een kleine kans van een overwinning. Moet toch een DRS om proberen te raken. Ah, dat is niet makkelijk bij Sinuot. Absoluut. Smash dan, die zit nog steeds dicht bij Koos. Ja, Koos zegt wel elke keer van, ja, die Smash kan geen lijnen rijden, maar vervolgens rijdt hij ook niet weg. Volgens mij zag je niet wat in de beste startfinish gebeurde, vriend. Nee, dat zag ik niet, maar... Ik ging die laatste bocht toch een beetje dramatiseren. En ik spin half. Laat ik het zo zeggen, ik had wheel spin. Dat toch niet smash! Dan heb je wel niet langs de buitenkant van gaan. Dat kan daar helemaal niet. Die curves daar zo, op dat tweede rechte stuk of zo, waar Caps er ook af ging, dat is echt bizar. Ja. Als je ze aanraakt in één keer, je gaat er gewoon gelijk af. Ik ben eraf. Oh, Shit! Nee! En hij rijdt nog, dat gaat er nog. Hè? Buh? Hey, Alphys ligt op één, jongens. What the fuck? Ja. Yes, sorry, ja, ik zei tegen hem, constructeurspunten zijn belangrijk. Wat is Smash eraf? Er wel vlakken. Ja. Ja, Smash ging er voor hard af. 16 rondjes op rood, wordt dat wat? Ja, dat lukt. Jij wel. Ik heb ze er ook in doen. Dus hij kan er ook. Als ze zijn gebruikt, dan durf ik het. Ah joh, Smash, doe nou eens joh. Oké, ik doe het gewoon. Ik heb geen idee wat er nog op die rode band zit. Zal te weinig zijn. Ik ga niet meer uitrijden. Nee, maar dat is te doen nog. Dat kan prima. Als ik nu de oude mediums eronder krijg, hè, dan word ik echt blij. Ik zeg hem met low fuel, maar waarschijnlijk heb je plus 10 laps fuel, maar... En Joy, die leek toch wel verloren te zijn, maar die kan nu toch de leider toch weer zien. Oh, het smash dat jij nog rijdt en dat ik met die kleine kutcrash van mij er in één keer uit lag. Goed lol. Links, rechts, links, rechts. Ja, ze maken die auto natuurlijk van... ik wou zeggen, die heeft net een speciale wielophanging. Ja, dat is gewoon zo sterk materiaal. Ja, het is maar zeg geen carbon, die heeft gewoon overal gelaagd staal.
Gietijzer. Ja, gietijzer moet je niet pakken, dat breekt je. Ja? Ja. Ja. Okay. Ja, je moet niet laten vallen. Gietijzer op pan moet je niet laten vallen. Oh, en Enjoy gaat op Sunrise af. Die laat hem hier staan, hoor. Die laat hem hier staan. Maar haalt hij de bocht wel? Nee, voor lange na niet zelfs. Die plek zal hij terug moeten geven. Ah, hij zit er nog naast. Oh, smash. Ah, die vind ik een beetje kantje boord, Enjoy. Ik ga Caps gewoon volgen voor zijn NA-race. Ik ook. Voordat hij rijdt nu 36 seconden achter Koos, dus dat kunnen we even met rust laten. Nou ja, kijk, klopt, ja. Heb je mijn race gezien vandaag? Ja, schrijf eens door. Dat zegt niks nieuws. Dat is waar. Ja, dat zie ik dan ook. Als je crasht, moet ik maar even zeggen. Nou, dan hoor ik het trouwens wel. Dan hoor ik nou gewoon tieren geschreeuwd. Denk je? Nee, ja, ik denk dat jij heel rustig blijft. Denk het wel. Ja, oh, wie gaat er hier vanaf? Oh, dat is Sunrise. Oké, clear. Die heeft toch ook al... De kat! Ik weet niet of je schade hebt, maar je gaat heel langzaam. Hij rijdt gewoon door. Godverdomme, ik zat binnen de seconde van showstopper. Is niet anders. Ja, nu zit ze eruit, soms komt een halve seconde voor jou. Hij heeft de DRS, wat gaat hij doen? Gaat hij hem naast zetten? Nee, toch niet. Oh, afgesleten. Dat zou te gek zijn, nee, jongens. Dat zou veel te gek zijn. Ja, Alves die moet wel nog flink, want die moet wel flink wat rondjes op dit soort rijden, maar... Ja, het is te doen, hoor. Maar ik denk het kan wel, hoor. Maar ik denk wel dat hij de last... Hij gaat er last van krijgen, hoor, de laatste ronde. Ja, en het einde valt die heerlijk hard af, die bandjes. Dan moest hij niet wat geduldig zijn. Hij heeft nu zoveel mogelijkheden nog. Hij heeft nog 13 ronden. Het voelt een beetje als een Alonso tegen Hamilton. Eigenlijk een gevecht die je niet kan winnen. Nee! Oh! Koos eraf. Nee. Ja. En dan komt Caps weer... Geen respect voor de streamer. Ik weet niet wat er gebeurd is, jongens. Ik heb het even gemist, maar we kozen eraf. Dezelfde bocht waar ik eruit vloog net. Nee! Gaat hij nog een keer rond? Oh ja, maar... dit is de derde keer al. Maak ruimte voor Blast, jongens. Ja, dat doe ik. Lekker Blast. Blast, die wist even niet wat hij goed die moest doen. Ja, hij stond met op de baan en mijn lijn. Dus ik moet even remmen. Ja, mijn banden... Ja, en dan komt toch dat... Komt self-fulfilling prophecy komt toch uit, hè? Dat Koos het zei van, ja, je weet me nooit. En dan komt Caps er al aan. Nee, what the fuck? Mijn banden zijn nog steeds ijs. Ja, gewoon een poosje. Je moet echt een volle ronde geven. Ik ben echt 3 keer gespind nu, hè, door die shit. Ja, kan. Wat is er nu helemaal in de factors dus? Ja, achter. Nou ja, precies. Ja, dat is omdat je ver voor elke keer weg probeert te rijden, terwijl je uit stilstand. Oh. Ik moet echt pas wachten op het rechte stuk om af te koelen. Sunrise sluit ondertussen aan bij Showstopper. Nee, joh, Siniot spint weer. Oh, wat is. Een drama hier, jongens. Oei. En dan Enjoy, die was zo hard genaaid. En die ziet nu Alves voor zich. Ja, we kennen Alves natuurlijk, hè? Over mijn lijk. Die gaat het niet meer uit handen geven, hoor. Dan wordt het heel stil. Ja, en die moet zijn vorm laten zien net zo voor... Voor Spa. Voor Spa. Oh nee, we hebben eerst nog Canada trouwens. 15 augustus, mensen. Canada. Oh ja, wel Canada, ja. Maar is Alves nu niet te vroeg een piek, hè? Moet hij juist een pieken op Spa? Ja, dat is waar. Nee, maar hij is altijd goed op Spa. Dat hoeft niet makkelijk. Ja, dat klopt. Dan zijn we natuurlijk weer iemand achterop knalt. Ik zeg één ding, gebruik niet de curbs op Spa. Okay, ja, okay. Nou, tipje. Ja, van iemand die wil winnen van je. Nou, ik zoek het zelf wel uit. Caps ondertussen. Ja, die rijdt bij Koos in de buurt. Het spel is echt verschrikkelijk geworden. Ja, verschrikkelijk. Ik zou haast willen zeggen dat het een kutgame is, maar dat doe ik niet. Die grens ben ik al voorbij, hoor. Ik zeg gewoon dat het een kutgame is. Oh! Kom zo insturen en dan laat Caps hem gewoon staan daar. Oei. Jongen.
Ja, dit is... Kevin en Koos raken elkaar! Oh, dan rijdt hij bijna tegen Smash aan! Ik ging ervoor, hè? Nee, nee, ik trapte nog op tijd op de rem. Ik denk, ik ga toch voor de zekerheid iets verder naar rechts. Ja, maar even zonder geit. Dit kon niet, ik moet hem letterlijk ontwijken. Ja, ik vond het wel erg, dat vond ik wel erg, erg een duivel, maar ja. Hij staat natuurlijk op best wel jonge poorten plantjes. Ja, ik moet zeggen. Ja, maar hallo! Ik moet hem letterlijk ontwijken! Hij haalde de bocht nog wel, dus dan kun je er in principe niet zo heel veel van zeggen. Ja. Niks aan de hand. Nou, behalve dat ik nu weer gespind ben en weer verder achterop lig. Ja, je rijdt ook met de oudste bandjes van het hele veld rond, hè? Hoeveelste ronden zijn het dan? 27 oude rondjes, mediums heb je om de wagen liggen. Dus dan mag hij mij eraf rijden, of bedoel je? Ik begrijp niet. Nee, maar... Ja, ja. Dan heb je wel een heel erg verschillend grip. Ja, maar ik zet het toch gewoon? Mag dat, maar... Ik geef je mijn kop. Ondertussen... Cheetah gek op... Oh, die is weer voorbij... Sinon is weer voorbij Cheetah gek gegaan. En enjoy op de seconde. Ja, dat lijkt me teamhorst. Dat kan toch niet anders. Moet Jack straks maar vragen aan het vierkantje. Ja. Ja, ik koos inderdaad op 28 oude ronde ouders mediums. Ja, met die spins wordt het ook niet beter, die banden. Nee. Oh, ik zeg de twee geel. Wat is er gebeurd? Niks. Green flag. Oh, Blaze is er even afgegaan of is Meester afgegaan? Nee, ik heb die Smash even voorbij. Oh, oké. Okay. We hebben nu alleen nog Sunrise met 5 seconden. Ondertussen zit Enjoy op 0,6 seconden van Alphys. Gaat dat nog spannend worden op de laatste rondjes? Ja, 10 ronden oude softs tegenover 15 ronden oude mediums. Eigenlijk de softs ook langzaam wel op beetje beginnen af te vallen, omdat de mediums nu de snellere keuze zijn. Oeh, wat is er gebeurd, jongens? Ziet er gek eraf. Ja, het ziet er gek er even af. Maar hij rijdt weer. Maar, oeh, Sunrise zit vlak achter hem. En Enjoy ondertussen. Gaat hij wat doen? Zet hij hem? Oh nee, dat kan. Hij kijkt wel even. Ik moet er heel vroeg naast zitten. Op de exit dan. Op de exit hebben we al gezien, dit is heel lastig om hier wat te doen. Ondertussen Sunrise aan de binnenkant van Cheetah gek. Klein momentje, ja, dat kost hem die plek. Koos komt weer in de buurt van Smash, dat is ook leuk, dat gaan we zo ook even in de gaten houden. Oh, Sunrise! Safety car! Nou, dan gaan de stranden. Oh, ja, nu wordt het lastig Alvis, want nu moet hij tegen allemaal... Ja, ik denk toch betere bandenkeuzes, zal ik die laatste rondje doen. Nee, ik ga niet. Nou, je hebt er nog een setje verse gooien. Ja, maar dan verliest hij veel plek, hoor. Dan verliest hij, ik denk dat hij dan terugkomt op deze. Hij gaat naar binnen. Hij durft het toch aan. Ja, dan gaat Sinio de Cheetah gek voorbij. Oh, Sinio gaat ook naar binnen. Die gaat ook voor de softs voor de laatste ronde. Cheetah gaat dan. Ik moest wel. Mijn pitstop zei zelfs nog dat ik voor softs moest gaan. Dus ik had een andere strategie. Cheetah gek doet het ook. Dus je vliegt geen plekken op. Dus je gaat gewoon nog aan de leiding. Ja, gaat moeilijk worden. Iedereen pit. Ja, en Caps die rijdt er zoveel achter dat die kan er toch niet van profiteren, denk ik. Ja, dat klopt. Dus iedereen opnieuw softs, of nou, ik weet niet of ze allemaal nieuw zijn. Nou, nieuw eigenlijk. Ja, de game zegt dat ze nieuw zijn, maar ze hebben wel kwalificatierondjes op zijn gereden.
Kom, oh, gas he? Geven, smash. Ja, dan is dat het. Dan is het. Een stukje rally. Ja, Caps is nu toch weer, qua banden toch weer een beetje het nadeel, want oh, hij gaat ook pit. Begrijpelijk, hij heeft toch niet zoveel te verliezen. Ik wil nog graag mijn extra setje softs claimen als dat kan. Smash ook. Koos gaat gewoon, gaat hij door? Die rijdt dan met de oudste banden van het veld. En hij heeft een gratis spits op kunnen maken. Er is toch niemand achter hem. Ja, smash dat voor me. Ja, je pakt nu smash en caps, maar ja, aan het einde gaat uitpakken hoe het uitzoekt. Ja, we gaan het zien of het is gok het water. Zal ik even kijken naar de staat van mijn banden? Ja, doe dat mee. 25% allemaal. Oh. Hij heeft natuurlijk heel veel hondjes onder de 70 al mee gereden, hè? Oh ja, natuurlijk de helft natuurlijk onder de 70 al gereden, dat is waar. Alvis leidt het veld. En dat duurt nog wel eventjes, want Koos, Caps en Smash moeten allemaal nog aansluiten. Oh, en ja, Blast ook nog. Blast rijdt... Raccoon ook en Blast ook nog. Ja. Ja, dat gaat nog even duren, denk ik, jongens. Ik vond het wel jammer. Ik was proberen in te lopen op Blast, want ik had alweer mijn voorvleugel eraf gereden is. Maar... En een heugelijk moment, was... mensen. Een heugelijk moment. Blast en de punten. Punten voor Blast. Ja, ik had anders nog 2 punten. Het kan nog misgaan, hè. Even een stokken, hè. Ja, oh nee, want hij heeft 80% al gereden. Hij heeft 30% al gehaald, ja. Dus hij haalt die punten. Lekker Blast. Gefeliciteerd, jongen. Verdiend. Maar ik denk als die safety car niet was geweest, dan was het ook nog wel close geweest, denk ik. Als je niet was gespint of. Als ik niet 20 keer was gespint, was het best wel spannend geweest, denk ik. Ja, als ik er niet uitlag, was het best leuk geweest. De rest nog maar kijken. Ja. Maar zonder deze safety car was het best leuk. Maar nu ben je juist het nadeel met al je... En Enjoy gaat nu weer als tweede... Alhoewel, ja, hij is vaak ook als derde natuurlijk de baan opgekomen, maar... Weer als tweede moet hij gaan starten. Dit krijgt de Alvis. Eerder was het altijd achter of Caps of Senior ofzo. We wachten nog op Smash, Raccoon, Dokje en Blastfire, dat ze aansluiten. Nou, Smash is er bijna. Ja, maar Blastfire denk ik dat er nog... Blast moet nog wel een stukje inderdaad, ja. Blast moet even... Gas op de lolly. Nee, dat gaan ze niet redden. Ik denk dat het... Alhoewel, de vorige keer ging hij ook heel laat natuurlijk. Als hij echt net op tijd aansluit... Dat zou ik misschien nog kunnen. Ik kan het hopen. Maar dan moet hij er nu echt wel bijna zijn. Ja. Heeft de kat in slap? Ja, zit kan wel eens. Gaan we weer, jongens. Gaan we even vooraan meekijken. Hoe Alvis dit gaat doen. Die Blast, die komt eraan, alles of niets. Ja, ik zit er wel. Turbo's, hè? Ja. Oh, gassen jongens, niet remmen. En Alvis is goed gegaan. Nou, eigenlijk alleen Enjoy die echt dichterop zit. Zo stoppen die wel dicht op Tita. Hebben we een nieuwe glitch? Ja, ik denk het. Oh ja, douche! Thanks, Jeff. Je hebt zijn kans op Wat is dit? Wat ben je aan het doen? Op je hand, ik zit langs je, je duwt me op het gas. Ik zit er gewoon aan links hoor. Nou, je had iets meer uit moeten geven. Ga dit. Dit past maar net, smash is er ook voorbij. Serious jongen. Waarom gaat hij soms zomaar weg? Ja, dat vraagt ons allemaal. Nee, is een frontwing, echt. Het is magisch dat hij nog rijdt, maar hij rijdt nog. Ja, dat. En Enjoy is het niet gelukt om Alvis te... Nou, Alvis heeft wordt een klein gat getrokken, maar 0,7 seconden. Ik denk dat we nog een ronde zonder DRS rijden. Dat was de volgende ronde dat we DRS krijgen als we oversteken gaan. Alvis wordt de snelste ronde. Lekker
geval is. Als het nu slim gebruikt, maar ERS kan, misschien buiten de ERS kan, of de DRS kan vallen. Ja, en ik denk het volgende rechtstuk dat je ook nog geen DRS krijgt, pas op het stuk na de... Ja, dat is nog 100%. Zij nog even. Koos die... Koos en Smash die rijden weer naast elkaar. Ja, ik heb enorme onderstuur, dat ga ik niet meer redden. Smash heeft hier de binnenkant, dus die kan het van afkofferen. Ja, ik ga het ook niet meer bijhouden, want ik heb enorm onderstuur. Maar heb je schade of... Nee. Ja, toch wel. Ik denk toch dat de gok dan niet goed uitgepakt is. Nee, zeker niet. Ik denk dat je op pace smash dat moet kunnen hebben, als je gewoon allebei op de hoogte. Ja, absoluut, zeker. Ondertussen is toch Enjoy weer wat dichterbij gekomen. En ook Sunihot zit vlak achter Enjoy. Op 3 binnen de seconde. Laat het voor het opvallend worden, hoor. Als we over de streep gaan, hebben we nog 4 rondes te gaan, denk ik. Ja, er zijn nog rondjes 66, nog zo'n 3 rondjes. Nog niet? Nog 4 rondjes te gaan. Ja, ah, ja, 4 rondjes, ja, klopt. En Sinion zet de snelste ronde neer. Allemaal ongeveer binnen. Maar we hebben geen DRS, hoor. DRS is now online. Ik denk dat je pas aan het, bij de volgende rechtstuk krijgt. Omdat hier de DRS detection misschien nog voor de streep zit te kunnen. Mm-hmm. Ik vind de DRS detection niet van, dat, van die DRS ook... zeg maar, ja, voor het eerst. Ja, allebei op één plek. Ja, dat, ja, jou, dat je, als, je de, als je één keer DRS ook krijgt, dat je hem ook meteen 2 krijgt. Ja, klopt. Ondertussen is het nog erg spannend. Ja, Koos zit toch nog wel dicht achter Smash. Dit daar, jongens! Oh, oh, oh. Zet hem gewoon neer! Ja, oh, 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 oh. Dat kon natuurlijk nooit goed gaan. Veel te veel snelheid meegenomen, die bocht in. Koos moet nu rustig blijven, want hij moet die 4 puntjes toch koesteren. Oh, nee. Ah. Ah, dat is wel een achterkant. Nee! Ja, ik ging voor de snelste ronde, maar dat ging niet zo. Ah. Sinion zit dicht op Enjoy, maar ook Enjoy zit er ook nog steeds dicht op Alphys. DRS is open, jongens. Alphys blijft er nog voor. Maar hij blijft er nog voor zitten, maar... Oh! Dan probeerde Sinion snel op het gas te gaan, maar dat was toch net wat te veel voor de bandjes. Niels! Ik heb maar 1 puntje, toch? Oeh, en ook blijft dus klaar! Wat is dat nou? Oh nee, daar heb ik nog 2 punten. Ja, hij heeft nog gewoon... Blijft dat, je hebt het, 100 meter verder voor moeten houden! Je hebt ja, ik heb het tegen de hand! Dat zei ik wel. Dat is ongelooflijk! Oh, die ging niet echt, jongen. Jullie, je op dezelfde plek was, of niet? Ja, nou, dat een stuk. Je had kruipend door die bocht heen kunnen gaan. Maar die bocht die veranderd of op de een of andere manier met die curb of zo. Oh. Ondertussen Enjoy en Sinion nog steeds heel dicht op elkaar, ook toch de hele top 6 zit allemaal nog dicht bij elkaar, hoor. Ja, ik had vooral snelste... top 3. Ik had de snelste eerste sector, dus ik dacht ik ga er gewoon voor, maar dat liep niet goed af. Ja, helaas. Nou, je hebt er niks mee verloren, dus je hebt gegokt en niet verloren. Nee, precies. Ach ja. Dat was een goede rechtstuk van Enjoy, geloof ik. Dus we gaan kijken wat hij kan doen tegenover Alphys. Alphys is slimmer rijden natuurlijk. Hè. Enjoy opent de bocht voor zichzelf op. Oh, en hij heeft hem! Hij zit ernaast! Maar Alphys heeft de binnenkant. Laat hij hem staan. Ja, tuurlijk. Alonso, gewoon naar Alphys. Het is Alphys. Het is Alphys natuurlijk, jongens. Het is Alphys, heel goed. Hij drukt, dit mag allemaal. We hebben dit gezien bij Alonso. Hij pusht me op de trek. En dan gaat Sinion proberen Enjoy voorbij te gaan. Oh, dat kan toch niet, jongens. Doe niet nog steeds samen. Ja, dat kan dus wel. Heel netjes al, jongens. Gaat hij terug? Oh, gaat hij terugkruisen hier, Enjoy. Tuurlijk gaat hij niet wel laten staan. Ja, en dan kiest Sinion het eigen voor zijn geld. Maar zal hij toch die plek moeten opgeven, denk ik. Nou, ik denk het niet. Goed, ik steek het straks ook wel even rechtdoor. Lijkt me dat Sinion er even de plek teruggeeft, maar dat kan hem uit. Zweet met de tering, hoor. Hoe kan jij altijd de tering zweten? Je rijdt niet eens een volle race.
Ja, je wil een punt. Ik wil nog twee rondjes na. Ondertussen, Sinield, ja, gaat hij doen. Ja. Ik zie nog geen aanstand om hem een plek terug te geven, dus hij gaat... Vettel gedisqualificeerd. Ja? Ja. Waarom? Ja, door die fuel shit waarschijnlijk. Nou, dit is wel extreem kut voor Max ook weer, man. Ja, nee. Die heeft het geluk volledig niet, die heeft het geluk totaal niet meer aan de kant, maar ja. Nee, maar Lewis Hamilton het hele seizoen rijden, al wel, man. Oh, Sinyot en Alves, die rijden naast elkaar zo'n beetje. En Sinyot heeft besloten de plek niet terug te geven. Ik weet niet wat we hiermee moeten doen, maar... Gewoon naar de handen kijken, joh, als er echt iets is. En ja, hij sneed aan de bocht af en daar zat hij ervoor. Dan moet je hem teruggeven. Ondertussen zit hij bijna voorbij Alves, dus ja. Hoe gaan we dat oplossen? Oh, daar is gewoon een Alves! Nou, het probleem is zichzelf al opgelost. Ja? Ja. Ja. What happened? Zien jullie dat tikte de achterkant van Alves aan? Ja, dan miste hij de bocht en ging Enjoy er voorbij. Okay. En nu zit Enjoy toch wel heel dicht op Alves, hoor. Ja, maar Alphen speelt. Oh, is de Alphen ook veel? Jezus. Ja. Ik dacht dat we nog één ronde hadden. Ik zat van, nou ga ik hem pakken. Maar, kut. Heel zuur. Enjoy de hele race ongeveer een 3-4 tiende achter de leiders. Een beetje elke keer weer had pogingen. Maar dit was het moment dat het geluk was. Had de race had de ronde lang om te doen. Ja, het was wel een lekkere race. Kunnen we wel stellen dat de game broken is? Ja, ja, behoorlijk. Ja, sowieso, ja. Uiteindelijk is de hele, wat is het, hoeveel, ja, de hele top 6 is binnen 3,7 seconden van elkaar geëindigd. Ja, dat wel. En we hebben maar 8 finishers. Nee, nog niet. Starten. We hebben nog geen 8 finishers, dat is waar ook, ja. Oh, ze moet nog finishen. Of zet hem in de muur. Zet hem nu in de muur. Zet hem toch in de muur. Dat zou wel leuk zijn, hè? Ja, hij doet het. Ja, hoor. Hij doet het gewoon. Ja, expres gevaarlijk rijden dat. Dat zijn strafpunten, mensen. Ja, op de licentie. Ja, hij had er maar eentje nog. En hij had er nog maar 11, dus... dat is toch zuur. Ja, wat de fuck? Dikkenflits! Dat is wel een mooi teken van hoe broken de game al niet is. Schrikkelijk. Ja, dat klopt. Die krijg je gewoon op basis van hoeveel mensen je inhaalt. Ja. Maar lekker hoor, Alvis. Maar zelfs je DNS kan het dus blijkbaar. Ja, heel goed gedaan, Alvis. Heel netjes. Ja. Props voor Alvis. Alvis is gewoon redelijk uit de problemen gebleven en is gewoon ze allemaal voorgebleven. Ja, nee. Bij die ene safety car kreeg ik... word ik vooruit gestuurd doordat er iemand mij achteraan aanrijdt en daar heb ik... schade. En dan die piste kwam van die... weer in mij, ik had dat ook. Maar geloof mij, Alvis, er zijn andere mensen geweest die veel meer mee hebben gemaakt. Ja. Yep. Ja, dat klopt. Ik ben 3 of 4 keer achter geknald. Ja, jij hebt al 3 of 4 keer achter op iemand geknald, ja, dat klopt. Nee, 1 keer. Ik zat in een spin, denk ik. Dus ik stond achteruit.